Wij hebben in de driehoek gesproken over het feest van de aanstaande zondag. Wij vinden het echt een feest. En we hopen ook dat het ook een feest is. Dat er ook een goede sfeer zal zijn in het stadion. Ook daarbuiten tussen AZ-supporters en Feyenoord-supporters. We hebben een drietal locaties in het centrum waar op grootschaal in groepsverband naar voetbal kan worden gekeken. Op het Marktterrein, op het Stadhuisplein en voor het AD bij het Museumpark. En ja, ik hoop dat iedereen in een goede mood zal zijn om daar een mooie feest van te maken. Dat zijn echt evenementenlocaties, dus daar staan hekken omheen? Ja, evenementenlocaties worden altijd afgehekt. Als het alleen maar omdat je ook moet tellen hoeveel mensen naar binnen gaan. Anders ontstaan er problemen met te veel mensen op één vierkante meter. Dus dat is wel heel belangrijk dat we de veiligheid van de mensen in oogschouw nemen. En wat mij betreft is het inderdaad een feestdag. Wel opletten voor heel veel mensen dat men niet in de feestvreugde denkt dat je overal mag drinken. Het nuttigen van alcohol is uitsluitend op die terreinen toegestaan en in de horeca vanzelfsprekend op terrassen. Maar je mag het niet meenemen en ook niet daarbuiten nuttigen. Als we dat achterwege laten, hoeven wij ook niet meer in te grijpen. De huldiging is in overleg met Feyenoord, alles, et cetera. Dus niet op de feiten vooruitlopen, dan zal dat in de Kuip zijn, maandag om 2:00 middags. Simpelweg omdat hier ook helemaal geen ruimte is, hè? Nee, de Kolsingel is opengegaan voor renovatie. Je kunt dat niet eindeloos uitstellen, want elke keer is er een evenement waardoor je de Kolsingel moet uitstellen. Maar er moest een keer een schop de grond in en dat is nu wel echt gebeurd. Dus de komende 2 jaar is het over en uit met evenementen op de Kolsingel. Zelfs de 4 mei herdenking kan in verband met de werkzaamheden aan de Kolsingel niet op het Stadhuisplein, maar zal op het plein zijn bij het monument van Zadkin achter het Maritiem Museum zijn. De eindstand, hoe gaat die eruit zien? 3-0.